Veel verontwaardiging in Kwintsheul. De enige pinautomaat van het dorp is weggehaald. En dat levert met name voor veel ouderen problemen op. Want de dichtstbijzijnde pinautomaat staat 1,5 kilometer verderop, in Wateringen. Ik vind dat schuwelijk. Het is zo jammer, we tellen gewoon niet meer mee. Het is buitengewoon slecht. Ik zeg wel eens, we hebben hier een bakker en een begrafenisondernemer. 2 B's en dan houdt het op. Nou, en een fietsenwinkel. Je hoort het overal om je heen natuurlijk. Wat, net als afgelopen zaterdag wou we dus ook even oliebollen halen bij de bakker bijvoorbeeld. Een mevrouw die ging naar de pinautomaat toe. Maar toen stond er een grote brief op de deur van tot dat niet meer in gebruik was. Maar volgens de lokale Rabobank is er geen veldje aan de lucht. Want zo zeggen ze, er zijn ook genoeg andere opties voor ouderen. Je ziet eigenlijk dat ouderen juist heel veel gebruik maken van alternatieven. Dat betekent contactloos betalen, pinnen, dus betalen bij een betaalautomaat en natuurlijk ook mobiel bankieren. En nu, wat gaat u nu doen dan als u geld wil hebben? Nou, dat weet ik nog niet. Iemand het laten doen. Nee, ik heb geen auto. Ik moet met een ander mee. Moet ik vragen. Want anders dan kan die. Ja, nu heeft geen andere opties. Nee. De Rabobank biedt overigens aan klanten wel een bezorgservice voor contant geld aan. Die kost alleen wel €5,50 per bestelling. En voor heulenaren die geen klant zijn, zit er niets anders op dan naar Wateringen gaan.